Er binnen tuzenen vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doggen het voor haarzelf, maar meer nog, voor een oor. Goedemiddag. Hallo. Ja. Je zit al voor de deur. Ja. Hè? Ik verwacht je. Ben hartstikke leuk, jongen. Ja, nou? Ja, ja. Ik heet Loekie Witveen Elzinga. En ik doe vrijwilligerswerk al 14 jaar in een speaker. Ja, leuk. Ja. Ik doe dus op afdeling Noorderhaven de koffietheeronde. Dus ik ga persoonlijk bij iedere meisje naar binnen en ik zet de koffie of de thee. En ondertussen, als de thee zet wordt, dan maak ik even een praatje. Maar ja, succes. Alle mensen bedenken niet. Nee. Achter iedere door een oor verhaal. Want ja, je bent er direct even voor, hè, voor een opbeurend gesprekje. Of dat ze eventjes je oor kunnen chanteren, zo noemen we dat dan maar. Gezellig, no? En ze doet dan ook wat, no? Dan al je vriendinnetjes van mij, dus hè, of je het je niet rijdt de dag. Dus ja, je merkt echt van dat ze eventjes net in personeel of directie hun verhaal, maar gewoon eventjes in u als vrijwilligers kwijt kunnen. Wat heet trouwens een mooi jurk, jongen. Echt wel herfsttinten. Oh, leer, hè? Ik ben heel dal mooi. Ja, nou leuk. Ik ben gewoon een meisje van, om van mijn medemeesten de te wijzen. Zoek voor meer informatie over Varenoor op uw Facebookside.